Dana van Beek leidt vanmiddag deze sessie. Maar misschien goed voor de kijkers even uit te leggen. Wat doen we eigenlijk precies hier? Dit is van Vluchtelingenwerk, een initiatief om eigenlijk mensen die met een vluchtelingenachtergrond hier in Nederland en een status hebben op weg te helpen naar werk. Hoe doe je dat hier in Nederland en hoe blijf je ook vooral jezelf hier in de zoektocht naar die arbeidsmarkt of de plek in Nederland? Een hele klus lijkt me. Dit is vandaag ook een beetje nog geen afsluiting, maar wel een soort tussenmoment om de balans op te maken. Hè? Er zijn mensen van buiten de cursus aangeschoven om te kijken, misschien hebben we ideeën, misschien kennen we mensen die weten van banen, misschien kennen we mensen op posities die banen te vergeven hebben. Maar wat hebben jullie de afgelopen weken gedaan? Hoe hebben jullie hier naartoe gewerkt naar dit moment? Oké. Nou, we zijn vooral begonnen ook om kennis te maken met elkaar. Waar kom je nou allemaal vandaan? En hoe is dat om iets over jezelf te vertellen? Deze mensen komen uit landen waar dat helemaal niet zo gebruikelijk is, zoals we dat in Nederland doen. En vooral ook, wat wil je? En deze mensen, vaak is het voor hun bepaald al wat ze moeten doen. En in Nederland willen we allemaal weten, wat wil je dan en waarom wil je dat dan? Nou, dat is dan een hele zoektocht. Ook kwaliteiten. Het zijn mensen heel vaak heel bescheiden. En dan om dat te zeggen, ik ben aardig of zelfstandig of zelfverzekerd, is echt wel moeilijk. Dus we hebben dat met kaartjes gedaan en uitgewisseld. En ja, want hoe krijg je dat er dan uit als mensen toch terughoudend zijn op voor Nederlandse begrippen? Hoe doe je dat? Een voorbeeld kan ik wel geven. We vragen ook mensen een succesverhaal te vertellen. Dus een echt persoonlijk verhaal, waar een situatie, werk, privé, waar ze trots op zijn. En daarin horen we dan kwaliteit. Dat doen we dan ook met elkaar. Dat krijg je dan terug. En een andere oefening is bijvoorbeeld ook weer met andere mensen in gesprek te gaan. En dan te vragen welke kwaliteiten zij zien in jou. Zodat je ook kan zeggen, nou, mijn taalcoach zegt over mij dat. Of bij mijn stage zeggen mijn collega's over mij dat. Dat maakt het vaak wat minder beladen. En hoe lang zijn jullie zo bezig geweest? 7 weken nu. CV maken is ook een onderdeel van, maar ook het oefenen van gesprekken. Hoe doe je dat nou? Wat zeg je wel, wat niet? En ja, alle Nederlandse gebruiken komen er ook een beetje bij kijken. Ja. En wat is uw indruk? Want ja, Nederland is Nederland. We zijn allemaal, je moet heel uitgesproken zijn. En we hebben natuurlijk ook onze eis met onze taal. Wat zijn er voor kansen voor deze mensen in het algemeen? Nou, ik geloof erin dat als ze gewoon erop uitgaan, het contact proberen te maken met mensen en kunnen laten zien wie ze zijn en de ander kunnen raken, dat er best wel veel mogelijk is. En op de werkvloer ben ik van mening, of ergens anders, vrijwilligerswerk, dat je dan de taal veel sneller leert. Dus als ze hun enthousiasme aan het werk kunnen zetten, mensen kunnen overtuigen, dan laten we misschien die moeilijke eisen met diploma's of je moet heel goed Nederlands spreken wel een beetje vallen. Ja, ik denk dat we daar naartoe moeten, want ze hebben ontzettend veel te bieden en heel gemotiveerd. En het is zo lastig als je zegt, nee, je moet eerst dat diploma hebben en nog een Nederlands. Dan zitten zoveel mensen lang thuis, daar word je niet gelukkiger van. En er zijn gelukkig ook heel veel mensen nodig op allerlei posities in Nederland. Ja, dat ook. Dus ik zou zeggen, werkgevers, sta er open voor. Ga in ieder geval het gesprek gaan en kijk wat er wel kan. In plaats van heel makkelijk wat er niet kan. Ik ben Abed. Ik kom uit Syrië. Ik ben 53 jaar. Ik woon in Nederland ongeveer 1,5 jaar. Ik ben tandarts. Verschillende behandelingen doen. Ik blij in met mijn familie in Nederland. Ik probeer een baan zoeken. En dat is lastig, want een tandarts, ja, die is uw diploma, is dat nog hier in Nederland geldig? Kunt u in Nederland tandarts zijn? Ja, ik heb een diploma, maar niet waardering. Misschien later een diploma waarderen. Dus uw diploma uit Syrië kan niet worden omgezet naar een Nederlands diploma? Ja. Ik hoop in Nederland werken. Nu ik leer Nederlandse taal. Daarna misschien een baan vinden. Wilt u als tandarts werken of wilt u ook ander werk doen? Ik beroep tandarts werken, maar
Als ik een baan niet vind, misschien assistent, stage lopen. Ja. Daarna werk in tandarts. Dus alle tandartsen van Schiedam en omstreken. Oproep is dit. Abed wil bij jullie stage komen lopen. In Arabisch, inshallah. En, of in Nederland. Ik hoop dat. Ja. U hoopt het, wij hopen het met u. Succes. Dank u wel, bedankt.